Yo, Nintendo fans! Daar zijn we weer! Ja, jij en ik, we zijn hier allebei. En ik ga Super Mario 3D World spelen, want we hebben hem bijna helemaal 100% gecomplete. We zijn hier in de bloemenwereld. Wereld level 5. Ochtend op de savanne. En vind je dit nou een vette serie? Doe dan zeker even dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Daar zou je mij heel erg mee helpen. En ik ga dit konijntje kapot schieten. Want dit konijntje heeft een sterretje. Dankjewel voor het sterretje. En waar zijn dan de andere twee sterretjes? Ik ga me sowieso hier even omhoog laten knallen. Goomba's, ga eens even weg. Dankjewel. Ga hier even in, Mario. En dan? Dan! Schieten we onszelf hier omhoog. Lekker. Ik denk sowieso dat de rest van de sterren eigenlijk niet meer hier beneden zijn. Ik kan wel even tijd pakken. Sowieso is boven dan ergens nog een sterretje. Waarom lukt die derde keer niet? Kom op. Lekker. Oh, wacht even. Hier links zijn wolkies. Kom nou. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Anyway, wolkies. Ik had zo'n gevoel dat ik misschien hier naartoe moet. Nee. Oké, niet. Hé, maar waar begint die wolk dan? Of, nou ja, die buis. Ah, hier begint die buis. En zit er niet toevallig een sterretje in? Nee, zo te zien niet. Oké, cool. Dan gaan we hier naartoe. Oké, hier naartoe bedoel ik. Hier naartoe. Hier bedoel. Oké. Gaan we power-up pakken? Laten we gewoon een power-up pakken. Misschien is het wel een kat. Een katje zou lekker zijn. Ja, nice. Altijd chill als je een bergje moet beklimmen. En hier naartoe. Waar is de tweede freaking ster, jongens? Waar is die? Waar ben je, tweede ster? Je bent hierboven, hè? Je bent niet hierboven? Moet ik hier Toad voor hebben? Potverdorie. Nou, weet je wat? Ik ga het level uitspelen en dan pakken we zo Toad er even bij. Ik speel al 2 afleveringen met Toad. Ik wilde een keertje weer met Mario. Ik bedoel, het is Mario's game, hè? Het is niet Toad's game. Het is niet Super Toad 3D World. Het is Super Mario 3D World. Oké, Toadje, dan mag jij even je best gaan doen. Die eerste groene ster die hebben we dus al gepakt. Want dat konijntje had de eerste groene ster. Normaal gesproken, als je dus geen vuurbloem hebt, dan moet je hem dus met deze snelheidsdingen pakken zo. Ja, dan moet je hem een beetje af gaan snijden en dan... Ja, dan moet je hem zo pakken. Je snapt wel hoe het gaat. Dan denk ik dat hierboven de derde is. Waar is dan de tweede groene ster? Let me check. Kom op, Toadje. Oké, die is daar. Ja, daar kan ik gewoon rustig mijn tijd voor nemen. Er zit geen timertje op, dus we kunnen gewoon chillen en springen. En dit is inderdaad dus de derde. In dat geval moet ik toch nog even naar beneden springen. Even kijken of ik hem zo kan zien. Nee, hij moet dan wel ergens in het veld zitten. Wat is dit? Ah, hij is hierboven. Aangezien ik nu toch een kat heb, kan ik er gewoon zo bovenop klimmen. Hoef ik heel die buis niet te zoeken. Lekker! Go, Toadje! Nice! Bloemenwereld level 6. Boos ouderwetse roltraphuis. Hey, en als er spoken komen, dan hebben we Luigi nodig. We moeten namelijk natuurlijk even Luigi's Mansion opnieuw creëren. Hierachter is gelijk een sterretje. Lekker bezig, Luigi. Luigi is niet meer bang. Luigi die heeft scheid, jongen. Eens even kijken. Die bloem laat ik even lekker liggen. Oh, dan hier. Oh. Ik dacht dat hier misschien al de tweede ster zou zijn. Maar nee, oké, we worden even belazerd. Waar dan wel? Waar dan wel? Heeft het met het schilderijtje te maken? Ik heb zo'n gevoel van niet. Nee. Heeft het met het bankie te maken? De bankie gaat altijd omhoog. Eens even kijken waar bankie naartoe gaat. Bankie brengt... Oh, brengt geen uppie. Maar we kunnen wel bovenlangs. Ja, lekker. Naar de tweede ster. Oké, dit gaat goed. En hier ligt ook geen uppie. We worden compleet in de maling genomen. Ja, dan is dit zeker ook niet de vlaggenstok. Oh, wel? Wel? Nee, toch? Mag ik er langs? Dankjewel. Ik ga er geen eens inspringen. Ik loop er gewoon langs. Is hierachter wat? Is bij dit bankje wat? Waar is de derde ster? Normaal gesproken was hier volgens mij de uitgang. Ik zie dat hier nog wat is. Allemaal muntjes. Hier is nog een bankje trouwens. Kan ik dit bankje dan... Wacht even. Waar brengt dit bankje me naartoe? Brengt dit bankje me naar de derde ster? Ik ga niet eens springen. We moeten er even op blijven staan. Nee? Gaat dit bankje door deze muur heen? Nee, helaas. Oké. Kijk al die nep-uppies hier. Oh, dat was een echte uppie trouwens. Oh, hier is die. Nee. Terug, Luigie. Pak de vuurbloem. Lekker. Derde ster. Ja, nice. Oké. Let's go. En nu door naar het einde. Lekker gedaan, Luigie. Heerlijk. Is er hier... rennen. Is dit de echte vlag? Dit is niet de echte vlag. We moeten doorrennen. De echte vlag is hier. Althans. De echte vlag is ook niet hier. Waar is de echte vlag dan wel?
Wacht even, dit is dezelfde weg als die ik net ging. Ah nee, ik ben klein! Oké, dit wordt nog een probleem. De echte vlag is niet buiten, jongens. Liep ik dan net wel langs de echte vlag? Waar ik dan in kon springen? Wacht even, we gaan terug. Hier konden we niet naartoe. Oké, Luigi, geen probleem, jongen. Geen probleem. Ik accepteer dit. Ik accepteer dit gewoon volledig. We hebben toch nog 117 levens, dus boeit helemaal niks. Oké, dit is de eerste deur waar je doorheen kon. En dan had je hier de vlaggenstok. Is dit hem dan wel? Moet ik wel hier inspringen? Maar, wacht, hoe haal ik deze spoken weg dan? Hoe kom ik hier in een topje? Is dit hem wel echt? Nee, 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 dit is hem ook niet. Ik dacht al, hoe kan ik hier in de top springen als ik geen kat heb? Maar waar is het einde dan? Wacht even, hier deze bank. En dan door deze buis. Oh, jongen. Ja, kijk waar je staat. Ga weg, ik kan nu toch niet die buis in. Mafklapper. Ga weg. Ah! Ja, ik kan dit level nu toch niet meer uitspelen. Tenminste niet als ik door die buis heen moet. Ik ga maar weer gewoon dood. Oké, we zijn terug bij de bank. Even een lening aanvragen, jongens, bij de bank. Nee, dit is het ook niet. Hè? Maar wat is het dan wel? Ik ben echt confused. Oké, het einde moet toch wel hier ergens buiten zijn. Hé, hey, hier is een... Wacht even. Ah, deze zat echt goed verstopt, jongens. Ah, ik ben benieuwd. Straks word ik hier ook weer belazen. Straks is het einde hier helemaal niet. Ja, dit moet er wel zijn. Dit moet er wel zijn, hè? Deze zat echt lekker verstopt. Lekker gedaan, Luigi, in je mansion. Het volgende level is het bommenstrandje. Oh, ik heb nog steeds Luigi. Oké, top. Lekker, Luigi! Oh, crap. Oké, we hebben dit wapen. Nice. We kunnen hier al die polywags kapot maken. Polywackies, kom eens. Bam! Lekker. Is hier nog wat te vinden? Ja, ook niet zo heel erg boeiend. Dan gaan we gewoon lekker hier naar beneden. Want ik denk dat hier geen ster is dan. Maar waar is dan wel een ster? Hierboven, hè? Hoe kom ik daar? Via deze? Oh. Ja, oké. Tot zover mijn bommen... power-uppie. Even deze Goomba kapot maken. Er komen allemaal mini-Goomba's uit. Die Poliwhirls die zijn wel echt heel irritant. Of ja, die Poliwags. Ze lijken ook wel een beetje op Timple. Misschien is het meer een Timple dan een Poliwag. En Luigi, jongen. Luigi springt zo vervelend. Ik kan echt niet springen met Luigi. Eigenlijk wil ik dit level gewoon opnieuw starten. Gewoon met iemand anders gaan spelen. Luigi heeft zoveel moeite met alles altijd. Oké, er zit in ieder geval wel een mushroom in dit ding. En zit hier dan de ster? Nee, oké. Alle moeite voor saus. Oké, ik heb weer mijn bommen power-up. Nice. Ga maar even hier doorheen. Misschien zit hier wel wat achter. Nee, niks. Oké, nou, dan gaan we lekker door. Schiet dat ding voor zijn bakkes. Beam! Die zijn vervelend, jongen. Die inkvissies zijn echt... Die zijn echt zo naar. Ga weg. En wat gebeurt er als ik door deze buis heen ga? Krijg ik dan een ster? Ook niet? Oké, dan gaan we terug. Oh, zwemmen! Oké. Daar is een ster. Ja, lekker. Dat is ster nummertje 1. Let's go, Luigi! Topper. Oké, halverwege zijn we. En dan gaan we hier naar beneden. What's next? Weer inktvissies. En waar gaan we nu naartoe? Oké, we moeten even hier doorheen zwemmen. Dat is nog niet zo makkelijk. Dan moeten we eigenlijk dus naar beneden, maar ik ga even hier naar boven. Oh, zoveel van die scheidbeesten. Ah, ga weg. Maar ik heb wel de tweede ster te pakken. Let's go, Luigi. Downwards nu. Naar beneden. Ja, ik heb nog steeds mijn power-upie te pakken. Verder naar beneden. Dan moeten we dit kapot schieten. Ja, lekker. Oh, dan moeten we heel snel zijn nu. Dan moeten we even snel gaan zwemmen. Of we moeten even die muntjes schieten. Dat kan natuurlijk ook. Schiet de muntjes. Lekker. Heerlijk dit. Oké. We hebben alle drie de sterren. In deze level zit geen stempel, dus dat scheelt. Ik pak even deze 100 seconden, want die hebben we nodig. Go. Zit hier nog wat achter? Niks bijzonders. Zit daar nog wat achter? Ook niks bijzonders zo te zien. We kunnen hier wel naar boven trouwens. Wat is hier boven dan? Aangezien ik alle sterren al heb, wat zit hier dan? Wat is dit? Hebben we een geheime uitgang of zo? Ik heb hier helemaal niks te zoeken. Oh, what? Oké. Ik wil eigenlijk mezelf even opblazen. Oh, dat is niet nodig. Luigi kan sowieso zweven. Oké, let's go, Luigi! Lekker gedaan, jongen. Heerlijk. 3 sterretjes in de pocket. Dit ging eigenlijk wel soepel. Ik dacht dat dit een beetje een vervelend level zou zijn met al die inktvissen en dat water. Maar hey, het viel mee. Hey, dat rijmt. We gaan weer rappen, jongens. Hey.
Het viel mee. Luigi ging down under, diep in de zee. Doe je duimpje omhoog, want jij kijkt mee. Ga weg in het Engels. Go away. Ga lekker zelf weg, jij. Laat me gamen. Komt hij mijn rap weer verstoren, jongen? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik wil niet zo'n level als dit. Wacht, wacht, wacht. Ik ga even switchen. Ik ga even naar Rosalina. Klapbabaal. Kijk, dit gaat knijtersnel. Maar kijk, met Rosalina kan je gewoon een beetje herstellen. Oh, dit gaat zo lang duren. Ik kan ook gewoon zweven nu. Ja. Lekker. Oké, zweven. Oké. Zolang we kunnen zweven is het chill. Alleen, ik zie hier een Mario-ding. Dus ik moet dit level al sowieso nog met Mario gaan doen. Oké. Later. Doei, mazzel. Au revoir. Oh, dit soort levels vind ik de allermoeilijkste levels in Super Mario 3D World. Echt oprecht. Oké, we zijn weer op hetzelfde plekje. Kijk, en die gast die loopt ook allemaal van die scheiddingetjes te gooien daar, jongen. Kom op, Rosalina. Lekker gedaan. Oké, daar is een ster. Oh, nee. Ook nog van die draaibonesjes hier zo. Oké, we gaan eerst hier naartoe. Ja. En dan pak ik deze reserve power-up. Dan hoop ik dat ik gewoon in één keer daar naartoe kan zweven. Ja. Ja, ik heb de ster. Ik heb de ster. Dat is alles wat telt. Alleen dat is belangrijk. Go, Rosalina. Oké, hier kan ik gewoon in één keer nu naartoe zweven. Kijk, dat is lekker. Oké. We zijn nog niet op de helft. Ik dacht misschien zijn we op de helft, maar we zijn nog niet op de helft. Ik wil dit niet. Oké, ik ga stil zijn, want ik moet de beat horen. Als ik de beat niet hoor, gaat het fout. Oké, lekker. Oh, jemig. Dit gaat echt top. We zweven gewoon als eerste hier op dit rode platformpie, ja? Oh my god, dit kan je niet doen zonder geraakt te worden. Wat sta jij hier te doen, jongen? Waarom ben jij hier? Die guy is zo irritant. Oké, we zijn in ieder geval halverwege. En nu kunnen we dit gaan proberen. Ja, hier kunnen we rennen. Spring. Go. Ik ben net te laat, hè? Ik ben niet net te laat. Lekker. De tweede ster is in de pocket. Nice. Oké. Kan ik hier niet gewoon in één keer doorspringen? Gewoon zo en dan zo en dan... Ja, lekker. Oké, top. Ja, Rosalina, dat is wel chill. Dan kan je net even zo herstellen. Oh, nee. Ik zie al wat hier gaat gebeuren. Hoe gaan we dit doen? Dit gaat zo snel. Oké, wacht. Misschien kunnen we gewoon in één keer doorzweven. Let's go. Nee, dit werkt niet. Weet je wat ik wil proberen? Of je gewoon hier precies in het midden kan gliden. Precies in het midden. Kijk, zo. Oh. Ja? Nee? Ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe dit moet. Oké. Timing. Let's go. Loop. Ja? Ik ben even aan het focussen hoor, jongens. Ja, kijk, zie je? Zodra ik ga praten, gaat het fout. Jullie gaan eventjes gewoon even kijken. Gewoon zonder dat ik ga praten. Want anders gaat het sowieso fout. Oké, daar gaan we. Ik was er! Het ging zo goed! Ah, ik ging panieken voor de ster! Kan het ook gewoon zo? Gewoon met één jump? Echt? Zat ik weer veel te moeilijk te doen? Ja, hè? Ik zat echt te moeilijk te doen. Ja! Het kan gewoon zo. Alleen nu dit nog. Ja, nee, ik moet nog niet juichen, jongens. Nu dit nog. Ik moet nog bovenin de vlaggenmast zien te springen. En deze papies, die zitten ook moeilijk te doen. Oké, focus.
Ja, 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 ja. Lekker, oké. Ik moet gewoon even met dit soort dingen moet ik even focussen. Ik kan niet tegelijkertijd praten en dit doen. Dan heb ik gewoon error. Oude internetverbinding, geluid in mijn hoofd. Wat? Nee, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Oké, jongens, dat was hem. Bedankt voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we de laatste 4 levels in de bloemenwereld doen. En daarna de sterrenwereld. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat ook wil zien. En sowieso als je iedere dag Nintendo video's wilt hier op YouTube. Abonneer, zet het belletje aan. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!